Nou, we zijn bezig met een zilvercollectie. En zilveren hangertjes met sleuteltjes. Waar we dus ook een slotje bij hebben. En een soort sleutel tot je hart collectie wordt het. Er staat als het goed is al eentje, staat er al Facebook die we gemaakt hebben. Met een leuk siconiaatje erin. Hier komt dus nog een hangeroog aan te hangen. En wat ik nu eigenlijk aan het doen ben is, ik ben de sleutel passend aan het maken. Want het is leuk om een sleuteltje te maken in zilver, maar het is nog leuker als die ook daadwerkelijk past. Dus ik heb al het een en ander gedaan. De zijkant die past al helemaal aan beide kanten. En nu moet ik zorgen dat de diepte, de groeven ook exact goed zijn om in het sleuteltje in het slotje te passen. Hij past nu nog net niet. Dat kan je wel zien. Ik kan hem al een deel insteken. Tot hier gaat hij. En verder gaat hij nog niet. Dus hij kan nu nog niet open. Dus ik moet nog aan deze kant. Ik kan het even laten zien, denk ik. Dit stukje moet nog verder eraf gehaald worden. En dan zou hij als het goed is moeten passen. Nou, gaan we even proberen. Hij schuift wel al door. We moeten nog iets soepeler. Maar hij doet het. Dus hij zit nu nog vrij stroef erin. Dus ik ga hem nu gewoon mooi afwerken. Je ziet het. Slotje werkt. Dus nu netjes afwerken, dat hij ook gewoon soepel open en dicht gaat. Want je moet nu nog veel te veel kracht zetten om hem erin en uit te krijgen. Maar we zijn op de goede weg. Dus ik ga hem nu netjes afwerken en dan gaan we zorgen dat het een soepel sleuteltje wordt voor het slotje. En dat hij mooi kan hangen aan een ketting. Dus wordt vervolgd. Zet het kastje solderen in de zilveren hanger. Doen we met een flinke vlam, omdat zilver namelijk heel makkelijk heel goed de warmte geleidt. Dus daar hebben we best wel veel warmte voor nodig. Want de hele hanger moet namelijk heet zijn om hem goed te kunnen solderen. Dus ik heb een zilveren zetkastje heb ik erin gemonteerd en dat moet nu gesoldeerd worden. Dus ik zet er nu wat zilveren deur zet ik er langs. Ik weet niet of dat te zien is, maar daar gaan we maar vanuit. Nu twee stukjes soldeer aan de zijkant gezet. Dat gaan we nu verwarmen. En dat is hem al. Nu draai ik hem even om, dan kan je ook zien wat de voorkant uiteindelijk wordt. Hier komt dadelijk een leuk siconiaatje in. Ik weet nog niet welke kleur, of dat ik wit neem of dat ik een kleurtje neem voor siconia. Misschien dat ik een leuke blauwe steen doe, of een roze. Hoewel dat natuurlijk alweer heel erg roze is gelijk. Zoals je ziet, is hij nu mooi gesoldeerd. Prachtig mooie rode kleur van zilver. Het wordt echt heel heet. En hij is klaar. Nou, als het goed is hebben jullie het al kunnen zien vandaag. We zouden een hangertje maken. Dat is deze geworden. De steen die moet nog gezet worden. Het is in de collectie sleutel tot je hart sieraden hebben we hem genoemd. Zoals je ziet. En het slotje. Hij is helemaal op maat, dus hij past. En wat we nu gaan doen is de steen zetten. Zo is hij erin. En dan moeten we nog hier een mooie steen in zetten. Dus dat gaan we nu doen. Nou, we zijn zover. We gaan de steen zetten.
We hebben gevraagd of dat jullie wilden kiezen welke steen het wordt. En het wordt uiteindelijk deze, de blauwe. Dat is deze steen. Dus deze gaan we zetten. Het is een glad zetkastje. Wat ik ga doen is, ik ga met een freesje ga ik hem uitfrezen. Dat de steen wat dieper komt te liggen. En dan heb ik wat gereedschappen die ik gebruik om het uiteindelijk te zetten. Dus dat gaan we doen. Dus ik ga met hangmotor, ga ik hem eerst een stukje infrezen. En dan kunnen we daar de steen mooi erin pakken. Zo zijn we waarschijnlijk al een stukje. Zo, gaan we even kijken met een loepje hoe die zit. Hij moet nog ietsje dieper. Dan gaat het steentje er even uit. Dan gaat hij ietsje dieper. Uiteindelijk hebben we hem dadelijk diep genoeg en dan gaan we het zilver wat er boven de steen uitsteekt, gaan we om de steen heen wrijven. Ik denk dat het niet te zien is op de video, maar de steen die zit er nu als het ware in. Een heel klein randje steekt er boven de steen uit. En dat randje dat gaan we dadelijk om de steen heen zetten. Controleer of dat hij mooi recht zit. En of de steen ook mooi uitgeleend zit. Wat ik altijd heel belangrijk vind, de steen die heeft allemaal facetten die geslepen zijn. En je hebt één facetje bovenop de steen en dat is een soort driehoekje. En wat ik altijd wil is dat het driehoekje naar boven gericht is. Dat is eigenlijk een beetje een tik, want nou ja, je ziet het eigenlijk met het oogopslag niet. Maar uiteindelijk zie je het wel, vind ik. Dus ik ga zorgen dat het driehoekje naar boven steekt. Want dan zit hij namelijk heel mooi in een kader als het ware. Dus dat is eventjes iets meer werk qua zetten dan anders. Ik denk ook niet dat je het op een video ziet. Maar het is puur het idee dat ik vind dat het mooi eruit moet zien. Dus ook eigenlijk voor de zetter moet het er mooi uitzien. De steen die zit nu mooi. Het driehoekje van dus het bovenste facet die zit mooi naar boven. Dus wat ik nu ga doen is daadwerkelijk de steen zetten. En daar heb ik verschillende gereedschapjes voor, verschillende nou ja, zetgereedschapjes voor. Ik begin met deze. Die haal ik er even af. En ik ga nu rondom. In een hoek. Ga ik het materiaal eroverheen duwen. Leren tussendoor. Wat ik nu gedaan heb is eigenlijk vier hoeken gemaakt waarmee ik het materiaal al een beetje over de steen zet. En nu ga ik hem gewoon verder doen. Met tangetje zet ik er langs en dan wrijf ik als het ware het zilver eroverheen. Dat het te zien is, maar wrijf ik het zilver eroverheen. Dat was de ene kant. Nu komt de tweede kant. En uiteindelijk zorgen we ervoor dat er geen opstaande randjes meer zijn.
het zilver er mooi overheen is. Misschien kan ik dadelijk nog een foto maken als het helemaal klaar is. Die kan ik dan nog even publiceren. Gewoon een close-up foto. Nou, ik hem even uit. Ik bruneer als het ware het zilver over de steen. Dat is nu gebeurd. Even controleren. Hij zit helemaal rondom om de steen. Ik ga dadelijk een foto van maken dat je hem ook echt van dichtbij ziet. Dan zie je ook dat de steen ook mooi met die hoekfacet, met die driehoek, naar boven zit. En dat het gewoon een hele mooie zetting is geworden. Even kijken voor mijn polijstborsteltje. We zorgen natuurlijk wel dat hij mooi gaat glimmen nog. En dan is deze hanger klaar. En dan is dit uiteindelijk de hanger geworden. Hij is klaar. En zoals jullie net al zagen in het vorige filmpje, het is ook daadwerkelijk een sleutel geworden. Nou, de keuze was gevallen op een blauwe steen. Uiteraard kan ik de hangers maken in elke kleursteen die jullie willen. Dus mocht je interesse hebben, stuur even een chatberichtje. Dan kan deze hanger voor jou zijn. Of misschien anders een ander.